De overwintering op Nova Zembla. Een waarachtig verslag van de wonderbaarlijke avonturen van Willem Barends en de zijne. Een hoorspelserie van Dick Walda. Regie Ad Leupler. ...1588. Begin van de Verenigde Republiek der Nederlanden. Reeds meer dan 30 jaar is er oorlog gevoerd met het almachtige Spanje. Aan het lijden komt geen einde. Met grimmige onverzettelijkheid vechten de Zeeuwen en de Hollanders, de Friezen en de Stichtenaren, de Groningers, de Geldersen en de Overijsselaars tegen één gemeenschappelijke vijand. Tegen de wereldomspannende macht van Spanje. Een oorlog die eigenlijk geen oorlog is, maar in oorsprong een uit de hand gelopen strafexpeditie tegen een oproer van ketters. Maar nu wordt er in de Nederlanden gevochten voor een onafhankelijk volksbestaan. En in de eerste plaats voor vrijheid van denken en geweten. Vele tienduizenden zijn het slachtoffer geworden van de beulszwaarden van Alva en zijn rotgenoten. Van zijn raden van beroerte, in de volksmond de bloedraad genoemd. Alle rechten worden met voeten getreden. De bewoners van de Nederlanden worden doodgeschroeid op de brandstapels van de Inquisitie. Ten dode gemarteld in de folterkamers. Gevierendeeld en geradbraakt. Zij sneuvelen in ongelijke gevechten ter land en ter zee. De Hollander krijgt als scheldnaam de Geus. Maar deze scheldnaam zet zich om in een eretitel. De Geuzen overvallen de gelederen van de Spaanse huurlingen en tot verbijstering van velen bevrijden de kleine, armzalig uitgeruste geuzentroepen, zowel ter land als ter zee, langzamerhand het Nederlandse gebied uit de greep van de moordende en brandschattende legers van zijn katholieke en apostolische majesteit, de koning van Spanje en zijn oppermachtige legers. De Verenigde Republiek der Nederlanden kondigt zich aan. Hardnekkig vechten tegen de Spaanse overheersing is men erin geslaagd aan het einde van de 16e eeuw de ongelijke strijd te winnen. Overal voert de strijd nog voort, maar binnen de grenzen van de Republiek der Nederlanden is de rust weergekeerd. Rap wordt begonnen met een vrij en zelfstandig leven op te bouwen. En men ervaart de pas verworven vrijheid. Omringende buurlanden bezien vol onbegrip het volk der geuzen. Zeeschuimers, kooplieden, vissers, boeren, handwerkslieden, behept met hoogmoedige gedachten, eigen gereide koppigheid, zakelijke nuchterheid, wonend en werkend in een klein gebied met de blik gericht op de zee en de oorlog nog op de achtergrond, beginnen de Nederlanders een nieuw leven. Het hart van de Verenigde Republiek der Nederlanden is Amsterdam, een snel groeiende koopmansstad aan het IJ. Men is omzichtig met de handel begonnen. Al ras speurt men naar verre oorden, naar nimmer bezochte streken. Stoutmoedigheid en behendig zeemanschap zorgen ervoor dat de schepen nieuwe wegen zoeken. Ze speuren naar een vaarroute door het ijs van de Noordpool en er worden kaarten getekend van de pas ontdekte gebieden. De Verenigde Republiek der Nederlanden vangt aan met de eerste voorbereidingen voor haar kolonialisme. Heren, het varen om de Kaap kunnen wij voorlopig vergeten. De veiligste weg lijkt mij om de Noord. Ja, ik kan met u akkoord gaan, maar laten we alvorens verdere beslissingen te nemen de thuiskomst van de beide expeditieschepen afwachten. Warenwoord, we hebben tot dusver al enkele duizenden guldens in de expedities geïnvesteerd. Zonder dat men veel verder is gekomen dan het ondoordringbare ijs. Er moet een weg door open zee te vinden zijn, mijn heren. Laat ik u overtuigen van de voordelen die aan een dergelijke openbaring verbonden zijn. We zijn dan niet langer afhankelijk van Lissabon. Als wij haast betrachten, kunnen wij handel drijven met alle Europese landen. Mijn heren, wij varen eerst naar China. Voorwaar, daar komen wij als eerste. Maar er zal moeten worden doorgestoten naar Indië. Alsjeblieft, heren. Gehoord het woord van een kenner. Van Linschoten bereisde immers onder Portugese vlag reeds Indië. Het moet een paradijs op aarde zijn. Wij zijn terechtgekomen op de Witte Zee. Wij drijven thans handel met de Russen. Laten we luisteren naar hun ervaringen. Maar er moet haast gemaakt worden, mijn heren. Want de mededingers willen ons maar al te graag aan loeren dragen. Het land van Indië is van een prachtige schoonheid en een weelderige vruchtbaarheid. Wij, mensen uit een land van regen en mist, houden dat niet voor mogelijk.
De zachtaardige bevolking kunnen wij volledig aan ons ondergeschikt maken door een streng en godvruchtig optreden. Ik blijf erbij dat een volgende expeditie om Nova Zembla heen dient te varen. De weg onder de Pool is gans gewis zonder twijfel goed. Laat mij, en dan nu voor de laatste keer, want de beslissing is aan u. Laat mij dan van mening verschillen met de geachte heer Plantius. Wij moeten de kustlijn aanhouden. Ik heb er zelf gevaren. Tussen de kustlijn en Baaigat. Dat is onze route. Maar is Nova Zembla wel een eiland? Kan Nova Zembla niet het begin zijn van een land dat doorloopt tot de Pool? Mijn heren. Raadspensionaris Olde Barneveld gaf stuurman Barends de instructies om onderweg vanaf de Noordkaap tot aan het Koninkrijk China de vorm van de kusten, de diepte van de zeeën, de aanwezigheid van ijs, klippen en zandplaten nauwkeurig op te tekenen. Laten we wachten op zijn terugkomst. Precies. Laten wij onze gesprekken staken. Ik dank de waarde heren Plantius, Van Linschoten en de Moucheron voor hun komst. Wij beraden ons over nieuwe mogelijkheden. Maar wij houden de beslissing omtrent de mogelijk nieuwe expeditie aan tot na terugkeer van Barends en zijn schepen. Barends niet vertrekt, dan zal mijn Gerrit op de wal houden. Nu zie ik de windhond goed. Ja, de vlag van Amsterdam in top. Wat een geluk. Ziet ge al iets van de mannen? Laten we naar de andere kade lopen. Daarheen wordt vast en zeker koers gezet. De vorige maal werd er ook al gemeerd. Ja, laat ons gaan, Stijntje. Hebt u lief gemist? Ah, het doet me verdriet om zo lang te moeten missen. De liefde voor een varensgezel, het is droevenis. Altoos het vertrekken, de angsten van het wachten, het thuiskomen. En opnieuw de angsten dat hij zijn biezen pakt voor een nieuwe reis. Men weet niet waarheen, zoals de afgelopen tijd. Ach ja. Beloof me dat ge ons samen met Gerrit eens bezoekt. Oh, graag, vrouw Barends. Zeer vereerd. Daar komt de windhond naar de wal. De Spanjaard Luis Verales beschreef in de tweede helft van de 16e eeuw de Nederlanders als volgt. Groot en log, met dunne blauwe lippen waar een stekelige knevel en een onverzorgde baard omheen liggen. Met grijze, kille ogen waar de dood uit loert. Een sombere zuiplap waarvoor zelfs de havenmeiden bang zijn. Een grommende vreedzak, wien zelfs stinkend vlees nog goed schijnt te bekomen. Een bekrompen vijand van ons heilig geloof, die telkens nieuwe duivelachtigheden weet te bedenken als hij de klauw op religieuze personen kan leggen. Zijn taal klinkt als het knaster van folterwerktuigen. Zijn plezier is het martelen en doden. Zijn onbestreden koninkrijk is de zee. Alle zeilen strijken! Alle zeilen strijken! Wie staat er op de campagne? Laas Andries. Hoi! Je redt het daar wel. We zijn weer thuis van Heemskerk. En we zijn verder gekomen dan ooit. Het is jammer dat de rijt ons roper af was. Zie daar een bakboord. Daar ligt zijn schip reeds. We moeten de zon in het water kunnen zien schijnen. Daar aan de kade, is dat niet uw vrouw Hoog? Ja, dat is ze. Van ver naar hier gereisd om me te begroeten. Terwijl ik haar zelfs verboden had. Een reis van anderhalve dag om naar hier te komen. Dat is toch zottenwerk? Zo zijn de vrouwen, schipper. Iedere reis opnieuw verbied ik het haar. En stevast zegt ze me toe, deze keer zal ik beslist niet komen. We zijn dan ook wel zeer lang weggebleven. Wellicht te lang. Laten we de goede God dank zeggen dat we heel uit Amsterdam zijn binnengevaren. Zonder zijn hulp. Wie weet wat er van ons terecht was gekomen. Maar geloof me, Heemskerk, de weg naar China en Indië is ons. Het zal alleen een heelse tour zijn,
de heren van de vroedschap opnieuw te overtuigen. We zijn verder gekomen dan ooit. Je hebt het zelf gezegd, schipper. Daar, naast de rijp. Dat lijkt me een uitstekende plaats om aan te meren. Bakboord houden! Bakboord houden! Laat de mannen afmonsteren en spreek niet over een nieuwe reis. Ik wil de volgende keer graag met de meeste van deze kerels op reis. Maar hou het aantal gehuwden zo laag mogelijk. De hang naar hun vrouw. Enfin, bekijkt u het maar van Heemskerk. En gaat u straks meteen over tot de uitkering van de gage. We zien elkaar dan in elk geval in het begin van de volgende maand. Zeker, zeer zeker. Ik moet flink aan de slag. Voor de eerste bijeenkomst met de hoge heren moet mijn verslag klaar zijn. Komt wel gaan, schepper. Kijk, uw vrouw wuift. Ja, ik loop even naar het voordek. En Heemskerk, geeft u gelijk orders om te beginnen met het uitladen der goederen. Alle koopmanswaar gaat terug naar de magazijnen van Balthasar de Mousson. We laten alles in dezelfde staat, gereed voor de volgende reis. Zo u wilt, schepper. Maak vast het voorn en groot masseil. Maak vast de bazaan. Maak vast het voorn en groot masseil. Maak vast de bazaan. Neem alle kleine zeilen in. Neem alle kleine zeilen. De kleerkasten en kisten van de voorname heren liggen vol. Zwarte en donkerpaarse wambuizen gecombineerd met wijde lakense broeken die gebonden moesten worden aan de knie. Alles is donker van tint. De lage platte schoenen en de kousen en de hoge hoed die op een suikerbrood met rozetten lijkt. Er ligt bij de jeugd reeds een moderner hoofddeksel gereed met lage bol en brede rand. De enige onderbreking in al dit sombere is een hagelwitte rimpelkraag, zeer hoog aan de hals met verticale plooien. De arbeider draagt een schootsvel bij wambuis en broek. De boer een wambuis van stijf katoen met opstaande kraag en lange panden. Verder klompen en soms kousen tot aan de heup. Alleen de Friese boer spreekt een andere taal. Hij draagt het wambuis kort op een gepofte, korte, wijde broek en daarbij een harige muts, zoals in die tijd de matrozen dragen. Zeer geleidelijk aan komt er meer kleur in de kledij. Er komen strikken en rosetten. De kragen krijgen meer zwier. En, hoe is het de kinderen vergaan? Goed, goed. We zijn de tijd zonder ziektes doorgekomen. Maar vertel me eerst over jouw reis, Willem. Oom Beurte, jij vertelt eerst over de kinderen. Over jezelf. Hoeveel maanden ben ik eigenlijk weg geweest? Te lang, Willem. 6 maanden en 3 dagen op de kop af. Te lang. Het is een heilig moeten, vrouw lief. Met Gods hulp zullen we slagen. De weg om de noord naar China en Indië zal worden gevonden. Hoe was de reis? Vertel dan toch. Bar en koud. Ik heb nog 15, 16 kaarten te tekenen. Er is veel werk te doen. En ik moet met de heren van de vroedschap praten. Voor het eerst moet ik officieel verslag uitbrengen. En voorlopig... Ik weet wat je gaat vragen, vrouw. Maak je geen zorgen. Voor eerst heb ik het veel te druk met werk aan de wal. Dus hoe lang... Ik kan je er niets over zeggen. Maar... Je praktiseert ergens over, Willem. Ik kan het je aanzien. Dus, nogmaals, wanneer ga je weer op reis? Dat staat nog te bezien, Francine. Zoveel factoren spelen een rol. We hadden een puike bemanning. Beste mensen. Uitstekende stuurman, Jacob van Heemskerk. Een prima jongen als Gerrit de Veer. Is hij van adel, deze Heemskerk? Wel, nee. Hij is de zoon van een zeilenmaker. Maar potverdorie, wat doet dat ertoe? Die eerbied voor de adel laat dat afgelopen zijn, vrouw. Eerbied voor de hoge heer is goed, maar die moet stoelen op wat zij aan nuttige zaken doen en niet op kletspraat. Een gekrulde veer aan de hoed zegt nog niets, op daden komt het aan. Vanzelf. Je hebt gelijk, Willem. Mag ik de waarheid zeggen? Ik heb zo naar je uitgekeken,
al die tijd. Word jij dan nooit volwassen? Een vrouw van een zeeman, die kent haar lot. Vanzelf. Maar verheugen is over weerzien. Is dat onvolwassen? Heb jij niet naar mij verlangd? Vanzelf. Vanzelf. Maar ik moet mijn kop in de vaart houden. Het was bar en boos. We zijn op het ijs gestoten, zo ver als het oog reikte ijs. Ik ben er echter van overtuigd dat er ergens een weg door het ijs moet zijn die ons geen kommer geeft, die ons een spoedige doorvaart mogelijk maakt. De gereformeerde kerk is met de republiek ontstaan. In 1575 eisen de staten dat de gereformeerde religie zal prevaleren en de uitoefening van het Roomse geloof zal weren. En al erkende de Unie van Utrecht in 1583 de gereformeerde religie niet als de heersende, de praktijk logenstraft dit. Voor het bekleden van publieke ambten wordt veelal het lidmaatschap van de gereformeerde kerk vereist. De gereformeerde kerk bemoeit zich met alles. Wil heersen over een heidense wereld die met alle zonden, vreugden en ketterijen volkomen vreemd, om niet te zeggen vijandig is aan het geloof. De kerk is tegen dronkenschap, ontucht en goddeloos spel, tegen elke vorm van dans en tegen toneel, kortom, tegen alles wat werelds is. Zelfs de systematische verzorging van de volkshygiëne wordt door de gereformeerden geremd. Die bijvoorbeeld maatregelen tegen de pest tegenhouden op grond van een bijbeltekst. En die besmettelijke ziekte met psalmen willen bestrijden. Want God zal u redden van zeer verderfelijke pestilentiën. De gereformeerden zijn tegen elke vorm van vreugde. Tegen vaste avondpretjes en tegen pinksterbruiden. Tegen Sint-Jansvuren en tegen Sinterklaasfeesten. Links en rechts rosten we erop los met bijlen en korte lassen. Maar de wapens schampten ook die dikhuiden af. Dikhuiden? Walrussen. Dat zijn kolossale beesten met een dikke huid en schitterende ivoren tanden. Met zulke lange tanden. Ah, kom hier. Ik zal je rug boenen zodat het bloed gaat stromen. Ja, graag. Pak mij niet te hard hoor met de boenen. Oeh, wat is dat lang geleden, Stijntje, dat jij mijn rug hebt gewassen. Al dat haar op je borst. Hoe komt dat er zo snel op? Het is gegroeid als koning. Ja, behaard als een aap. Het is mijn voorland. Dan zal ik het er eigenhandig afsnijden. Hier, een warme doek. Droog jij je van voren af. Dan vooruit, sta op. Dan neem ik je rug. Ik zal warmer dan warm blijven. Zeg, ik heb wat brandewijn meegebracht. Een slokje misschien? Een zeer klein slokje. Zoals van Heemskerk besloten om het scheepsgeschut op de dikhuiden te zetten. Want met onze bijlen kwamen we in de kleine sloepen niet verder. Wel 200 van die dieren dreven er in het water. Een aanwakkerende wind verloste ons uiteindelijk van de walrussen. En beren? Je vertelde mijn vader iets over beren. Oh, feller dan een leeuw zijn ze, die knapen. En ijzersterk. Het lood uit onze musketten deerde hen in het geheel niet. We zagen er bijvoorbeeld eentje bij Spitsbergen, een pal aan land. Maar die rakker die kon niet alleen schitterend rennen, maar minstens zo bekwaam zwemmen. Zo, zal ik wat in je glas doen? Ja, half vol. Nee, niet meer. Niet meer. Ja, aan boord moesten we wel drinken. Die doordringende kou is zo fel. Vertel me eens, ben je een dronkenlap geworden? Nee, daar zorgde de schipper Barends al voor. Oh, we zijn uitgenodigd door de vrouw van Barends voor een deftige visite. Ga je naar aanvaard? Ik moet hem nog helpen aan papieren voor zijn kaarten. Hij heeft de komende tijd veel te tekenen. Paard is een knap cartograaf. Dan hadden we het dan nog verder over de beren. De ijsberen. Hey, eerst wil ik drinken op ons wederzien. Mijn mooie Stijntje. Oh, ik verlangde zo naar je. Ik zat in het kraaiennest, urenlang, bijkans verstijfd. En dan dacht ik vaak aan jou. Al die lange uren. Ja. Vind je niet zot dat ik dat zomaar zeg? Ik drink op jou. Oh, wat is dat sterk, dit vocht. Nou, van de Russen hebben we wel wat anders te drinken gekregen. Dat noemen ze wodka. Het lijkt vol pepers te zijn. Nou, dat is geen vrouwendrank. Twee volle glazen en een man maakt een vrolijke handstand. Vertel nou toch de rest van het avontuur met de beer. Wel, wij wilden als trofee zo'n reus van een beer naar Holland brengen. Ja? Dus zetten we het beest na in onze sloepen. We hebben het een strik om de hals en wouden hem meeslepen. Dat beest worstelde echter zo wild dat de scheepslijn ruim gevierd moest worden.
En toen we de beer te lange lesten langs zij hadden en Barends de lijn inpalmde, wierp de beer zich op de sloeprand. Sprong half en half aan boord. Nou, het zou ons slecht zijn vergaan als het touw niet was blijven haken achter een vingerling aan het roer. Moesten jullie de beer doden? Er bleef ons niks anders over. Hij was wild en het geweldige klauwen waarmee hij om zich heen maaide. Oh. Het heeft uren geduurd voordat we hem de baas waren. Wat gebeurde er met de huid? Die zal door Van Heemskerk als symbool van onze reis aan de heren van de vroedschap worden aangeboden. Hmm. Zat je vaak in het kraaiennest? Ja, des te ouder je wordt, des te minder vaak hoef je het kraaiennest in. Ja, ik heb er alles bij elkaar genomen, dagenlang in doorgebracht. Zover het oog reikt, ziet ge niets anders als ijs. Witte velden, zo wit. Het doet pijn aan de ogen. We voeren zo lang door tot we niet verder konden. Maakte toen rap rechtsomkeerd voordat het ijs dat nog dun was in die kontreien vanzelf dikker werd. Ja. Nog eens inschenken. Ja, nog één glaasje. Ik zal je vertellen over Waigats. Een eiland dat we passeerden. We hielden de kustlijn goed in het oog. De stranden liggen bezaaid met kiezelstenen. Mm-hmm. Het land was van een troosteloze onherbergzaamheid. Nergens volk te bespeuren. Maar op de uiterste punt van het eiland, aan de zuidzijde, daar wachtte ons een avontuur. Ja, Gerrit. Stel je voor, een gans verlaten land. En plotseling ziet men 300-400 houten beelden. Allemaal koppen die staren over zee. Wat voor beelden waren dat? Van Heemskerk liet koers zetten naar Waigats. We kwamen dichterbij en zagen al ras dat die houten beelden, dat het gezichten van mannen, vrouwen en kinderen waren. Men legt daar op dat eiland een mens die gestorven is in de aarde en richt een beeld boven hem op. Een beeld dat op hem gelijkt. Zo zei Barends het. Mm-hmm. Er waren mannen en vrouwen uit één stuk hout gesneden. Er waren ook groepen kinderen, ganse gezinnen. Het lijkt of men droomt. Was je niet angstig? De wind stond noordoost, we hadden geen tijd om aan land te gaan. Ik heb naar de beelden gekeken tot ze geheel uit het oog waren verdwenen. Al die honderden gezichten. Ja, het kunnen ook heidense goden zijn geweest. We durfden geen van alle goed dicht te naderen. En de Russen die we later spraken wilden er geen woord over loslaten. Wat? Spreken er dan onder de bemanning Russisch? Van Heemskerk, dat is een knappe kop. Spreekt vloeiend Duits en ook wel Spaans. Een enkel woord Russisch. Oh. En verder gebaren we naar elkaar. Hè. Wij wijzen op onze kaarten, zij begrijpen ons. Oh Gerrit, het is goed zo naar je te luisteren. Maar met permissie. Ik heb nog niets verteld over het bed dat ik gereed heb gemaakt. Schoon beddengoed. En een nieuwe kaars daarnaast. Ach, zottin. Ach, je bent mooier dan ooit. Dat mag ik gaarne horen. Dat je me complimenteert. Kom mee, mijn zoete brok. Kom mee. En gaan we minnen zolang we lust hebben. De heren worden blijkbaar wat voorzichtiger. Terecht, het heeft ze zo langzamerhand een vermogen aan uitrustingen gekost. Met respect, dominee Plantius, met veel respect. Maar waar wij ons leven avonturen, daar moeten de heren van de compagnie hun schepen en uitrustingen mede avonturen. Juist gesproken. Ik denk niet dat het speciaal de heren van de compagnie zijn die ons het vuur na aan de schenen leggen. Zij zijn met de hete adem van Zeeland en Enkhuizen in de nek waarachtig wel om te krijgen. Nee, wij moeten de vroede vaderen van onze stad zo ver krijgen dat ze voor een derde maal investeren. En waarom onze expeditie niet wat kleiner van omvang gemaakt? Ik denk aan 3 of zelfs 2 schepen. Wat vindt gij van dat idee, Barends? Kijk, mijn heren. Ge begrijpt, Van Heemskerk en ik, we hebben onderweg naar hier en ook reeds op zee van gedachten gewisseld over de verschillende mogelijkheden. Hoe dan ook, voor ons staat vast dat de weg om de Noord gegarandeerd tot de mogelijkheden behoort. Zelf heb ik dat vlak voor Nova Zembla gevaren. Dat is ons sinds lang bekend, geachte de Mousseron. Laten we ons bepalen tot de zaak zelf. Wij moeten letterlijk en figuurlijk goed beslagen ten ijs verschijnen. Anders kunnen we onze idealen wel vergeten. Ik geef er de prui aan. Ik verkies niet langer op mijn knieën te liggen bij de heren. Dat ligt niet in mijn aard. Genoeg gereden, twist, mijn heren. Nu ter zaak. Barends heeft het woord. En nog één opmerking, als u mij toestaat. Wij zijn te laat in het jaar vertrokken. Iets dat een volgend maal, koste wat het kost, voorkomen dient te worden. Ik heb u ervoor gewaarschuwd. Maar geen levende ziel wilde luisteren. Barends heeft het woord. Op 10 juli bereikten wij Kaap Nassau. Op de 15e liepen wij voor het eerst vast in het ijs. Zo ver als we uit het kraaiennest konden waarnemen,
was er één reusachtige ijsmassa die zich gelijk een veld uitstrekte. 2 weken lang probeerden wij het schip oost-noord-oostwaarts langs of door het ijs te werken. We werden veelvuldig door tegenwind teruggedreven. In die ganse tijd kwamen we amper 70 zeemijlen vooruit. Op 3 augustus ontdekten wij de Oranje-eilanden voor het noordwestpunt. Sinds wij Kaap Nassau hadden verlaten, legden wij in 24 dagen bijna 2000 zeemijlen af, daarbij 81 keer van koers veranderend. Zuidwaarts varend passeerden wij de toegang tot, eens kijken of ik dat goed zeg, Prolifmatukinsar, een kronkelige straat van nauwelijks een mijl breed, ingesloten door besneeuwde pieken en gletsjers. Deze straat deelt Nova Zembla in tweeën. Als de heren wil ik meekijken, we zien hier op de kaart... Wordt die kaart nog verder uitgewerkt? Ik werk er dag en nacht aan, mijn heren. Geduld is zulke een schone zaak, nietwaar? We gaan verder. Op 15 augustus ontmoeten wij de andere schepen van onze expeditie bij Ostrov-Weigatsch. Het was hun geluk, straat Nassau op deze plaats... Ja, inderdaad, ja. Hier is straat Nassau. ...deur te komen en de Karazee te bereiken. Daarna voeren wij ongeveer 200 zeemijlen in oost-zuidoostelijke richting en bereikten op 65 graden oosterlengte de monding van een rivier, wellicht de Kara. Ja, oorspronkelijk dachten wij dat het de Ob was en dat deze rivier dicht bij de uiterste noordpunt van Azië aan het begin van de noordoostelijke doorvaart moest liggen. Wij zijn daar de eerste, de allereerste. Maar uw conclusies zijn fout. Het vaste land strekt zich nog veel verder uit, volgens mijn bevindingen. Er moeten achter de Ob nog duizenden mijlen land zijn. Dat betwijfel ik. Ja, zo ver kan het land zich inderdaad niet uitstrekken. Na Nova Zembla moet de bocht naar China eenvoudig te bevaren zijn. Hoe ver gaan onze zee- en landkaarten tot dusver? We hebben Nova Zembla nog niet eens in kaart gebracht. Daaraan werk ik op het ogenblik. En wat daarachter ligt is duister. Een volstrekt onbekend land. Waarvan we niet weten hoe het eruit ziet. Als u zich houdt aan mijn berekeningen en bevindingen, mijn heren, dan zult u begrijpen dat onze onderneming slechts kan slagen indien we de zaak groots aanpakken. Veel schepen. En elk schip moet een bepaald deel van het territorium bestrijden. Mijn heren, laat Barend zijn verhaal afmaken. Wel nu, er waren onderling enige meningsverschillen. We hebben toen gemeenschappelijk besloten de tocht niet voor te zetten, maar terug te keren naar de Nederlanden. De enig juiste oplossing. Mag ik tenslotte aan Barend en zijn mannen onze grote dank uitspreken? Laten wij nogmaals zonder misprijzen vaststellen, ondanks onze verschillen van inzicht, dat wij onze erfvijand de Spanjaard een loer gaan draaien. Nog steeds moeten wij onze specerijen van de Spaanse en Portugese kusten weghalen. Wij streven naar volstrekte onafhankelijkheid en willen ons niet op de kop laten zitten door die vervloekte Spanjolen en de muitenaren wallen. Daar gaat het om. Laten we ons nog eens verstaan met de vroedschap. Maar opgepast, mijn heren, ik duld geen misbaar. Anders trek ik mij uit de ganse onderneming terug. Zo waar als ik de Moucheron heet. In 1556 wordt een jonge vrouw, Mijns Cornelis van Purmerend, wegens hekserij met katten veroordeeld tot de brandstapel. In datzelfde jaar worden ook Anna Jans en haar dochters Lijsbeth en Jannetje wegens hekserij ter dood gebracht. De van hekserij verdachte ongelukkigen zijn ruw en met veel plezier door de mannen ontkleed. Vindt men bij een beklaagde een litteken of moedervlek, dan wordt deze vlek gezien als het bewijs van een verbond met de duivel. De vrouwen worden met haken en tangen naar de brandstapel gesleept. Meestal staat een geestelijke tezamen met het samengestroomde volk te zingen en te bidden bij de zegepraal over de duivel. De heren promotors zijn nou niet bepaald eensgezind. Ze hebben stuk voor stuk hun eigen wil. De eigenzinnige dominee Plantius, de zakenman de Mousseron en de oom van Linschoten. Eigenlijk de enige man van de praktijk. Ik hou me het liefst verre van zoveel gekrakeel, mijn beste Heemskerk. En hoe vaart gij aan de vaste wal? Ik zeg het u eerlijk, ik verlang alweer naar de dag dat we onze biezen pakken en het zee gaat uittrekken. Maar toch moet mij van het hart. De liefde heeft mij te pakken. Oh, ja. Wie is de gelukkige? Hendrikje Jacobs.
De dochter van een voorname lakenkoper. Een zeer schoon meisje. Onze liefde dateert van na mijn eerste reis. Met u in 94. Oh, dat doet me vreugd, Van Heemskerk. Ze wil met me huwen en dat liefst nog voordat wij vertrekken. In elk geval hebt ge de hele winter de tijd. Want eerder dan april van het volgend jaar zie ik ons niet het zeegat kiezen. Als ik de waarheid mag zeggen. En hoe gaat het u? Is Gerrit de Veer nog bij u gekomen met zijn papieren? Ja, dat is een brave, oppassende jonkerel. Ik waardeer hem. Een goede inborst zonder het ruwen van zijn andere kornuiten. Er steekt een beste zeeman in hem. Ik werk nu aan de kaarten van onze laatste tocht. Hier in Amsterdam heb ik een zeer deftige drukker gevonden die mijn werk met de hulp van dominee Plantius zal gaan drukken. Werkelijk een meester in het drukkersvak. Maar komt u eens langs. Tijdens het kermisfeest, als u liever tenminste opgesteld is. Op de Schelling wordt altijd zeer vrolijk kermis gevierd. U beiden kunt dan uw hart ophalen en bij ons de maaltijd gebruiken. En bovendien, vaart ge dan weer eens. De Zuiderzee is tenslotte niet te versmaden. Nou, ik zal u gaarne mijn Hendrikje voorstellen, Barends. In dank accepteer ik uw uitnodiging. Ik ga hier rechtsaf, deze steeg door, naar de vader van mijn aanstaande. Ik zie je hopelijk spoedig en groet uw vrouw eerbiedig van mij. Salut! Gaat u zitten, waarde heer Van Linschoten. Dank u. Heeft u plaats. Zo. Ik lees met veel belangstelling uw verslagen. Gij zijt een man van de praktijk en dat waardeer ik. Ik wil beginnen u te danken voor deze ontvangst, heer Van Oldenbarneveld, terwijl u elders, zo vermoed ik, veel werk zult hebben. Ik vind uw probleem van levensbelang voor onze jonge republiek. En ik wil daarom naar vermogen bijdragen. Voor een goede spraak tussen u en mij, waar gaat het kortweg om? Wij moeten, koste wat het kost, van de dwang der vervloekte Spanjolen worden verlost. Een treffen met hen op zee is een kostbare, uitputtende en een tijdrovende zaak. Ja, het is beter om te ontwijken. Simpel gezegd komt het hierop neer. De Verenigde Provinciën hebben geen oorlogsvloot. Onze koopvaarders zullen buitengaats terstond een gemakkelijke prooi van de Spanjolen en de Duinkerkers worden. Om van de Fransen en de Britten maar niet te spreken. Ja, hebben nog de Spanjool, nog de Portugees iets in te brengen op de door u voorgestelde route? In het geheel niet. Door de ontdekking en het zo straks bevaren van deze route zijn wij werkelijk vrij. Zeeschuimerij verafschuw ik net zoals u. Ik heb jarenlang gevaren op schuiten die enterden op bijkans elke mijl. Een meer dan afschuwelijk bestaan. Ja, maar de route om de Noord... We moeten onze handelspositie behouden en niet alleen Europa als ons bereik beschouwen, maar nog verder reiken. Ik doel op Indië en China. Dat is een stoutmoedige gedachte. Met permissie, op de Witte Zee varen immers reeds geregeld de onze. Men kan zeker tot de rivier erop komen. De Russen kunnen het immers ook. En als men eenmaal zo ver oostelijk is gekomen, dan kan Kaap Tabin zeker gerond worden. En dan varen wij ongehinderd door naar China en Indië. Hoe verrijkt onze kennis? Onze kaarten gaan tot halverwege Rusland. Tijdens onze laatste reis heeft Barends, wellicht heeft u van hem gehoord. Nee. Zijn naam zegt me niets. Maar gaat u door. Barends is niet slechts, ik zeg het in alle bescheidenheid, een onze knapste schippers, maar ook een uitmuntend cartograaf. Deze Willem Barends woont in Terschelling. Hij heeft tijdens de laatste reis een groot deel van Rusland in kaart gebracht. Hij is nu druk in de weer de nieuwe kaarten te doen drukken. Wie zijn nou te beschouwen als de grote gangmakers van deze reizen naar de Noord? Zo hebben wij naast mijn eigen persoon Balthazar de Moucheron. Een zeer vermogend zakenman en tevens een man van de praktijk. Ja. Ik ken de Moucheron. Dat is een vat vol tegenstrijdigheden, deze de Moucheron. Oh, van geboorte, in houding en omgang stellig een edelman, maar tegelijkertijd een grof speculant, belust op snelle en grote winsten. Principieel protestant, die te Antwerpen als een der eerste de zijde van de prins koos. En dan de predikant Plantius, theoretisch de best onderlegde van ons drieën. Hij heeft ook het een en ander te wreken op de Spanjool. En dan gijzelf? Ja.
Ik geloof dat wij aan het begin van een nieuwe tijd staan, waarin we de zee tot onze vriend kunnen maken. Er zou een compagnie gesticht moeten worden. Een compagnie van verre bijvoorbeeld. Dat is, met uw permissie, een goede naam voor zo'n onderneming. Ja, een dergelijke compagnie kan in zulke expedities geld steken. Tot dusverre hebben de Zeeuwen meegedaan, evenals de Enkhuizenaren en de Amsterdammers, maar... Het probleem is dat de Zeeuwen, zo zoetjes aan, als ook de heren van Enkhuizen, niet langer willen meedoen. En ook de heren van Amsterdam zijn verdeeld wat betreft verdere betalingen. In hoeverre hebben er particulieren aan de financiering deelgenomen? De Moucheron heeft reeds een belangrijke som geld in de reizen gestoken. Oh, nou, hij zal het er straks driedubbel dwars weer uithalen. Laten we het hopen. Ja, wij moeten de mogelijkheid niet uitsluiten dat de heren van de Staten-Generaal voor een derde keer, in strijd met het vermaarde driemaal is scheepsrecht, niet content zijn met de plannen en hun medewerking zullen staken. In dat geval zullen of de heren van de Amsterdamse vroedschap ofwel louter particulieren moeten investeren. Hetgeen mij trouwens de beste garantie lijkt voor een derde tocht. Maar een dergelijk initiatief waarover u sprak, het oprichten van een compagnie van verre, zou moeten worden ondersteund door de Staten-Generaal en dwingend moeten worden voorgeschreven aan de stadsbesturen die de schepen ter beschikking moeten stellen. Wat stelt gij voor in de praktijk? Mij persoonlijk staat, ja, en daarover verschil ik dus in het driemanschap van mening, voor ogen dat wij voor een volgende reis, die beslissend kan zijn, een kleine, maar uiterst bekwame expeditie moeten uitzenden. Dat is een uitmuntende gedachte. 8 tot 9 schepen, zoals vorige keren, lijkt me te veel. Onze knapste koppen zullen moeten meevaren. En we zouden bijvoorbeeld de schepen moeten beladen met fraaie kostbaarheden, zoals smukgoed, ons zilverwerk, fraaie lakense stoffen. Ja. Ik denk hierover verder na en zal om te beginnen met de vroedschap van Amsterdam spreken. Daarover kunt u zeker zijn. We zouden een groot feest kunnen geven het voorjaar, ter gelegenheid van ons trouwerij. En een waardige aankondiging kunnen maken op deftige kaarten. Ik zie het al voor me. Jacob van Heemskerk en Hendrikje van Heemskerk Cornelis hebben de eer... Is uw vader geheel content met onze plannen? Nog sterker. Hij maant op spoed aan. Maar waartoe mijn lief zo'n spoed? Hij wil ons getrouwd hebben alvorens je vertrekt. Zover is het toch nog lang niet. Er zijn veel haken en ogen aan onze reis. Zoals? Het gereden twist over het nut van tochten om de Noord. Barends en ook ik zijn ervan overtuigd. Vooral jij, geloof ik. Nee, niemand is zo vurig overtuigd van zijn gelijk als Barends. Stel je voor, achter Nova Zembla, daar begint China. Mm-hmm. En daarachter moet ergens het Rijk Indië liggen. En geen mens, geen land is ons voor. In gans Europa kwam nimmer iemand op het idee deze route te varen vanwege... Vanwege de gevaren? Je hebt me verteld over de beren. De gedachte aan al die monsters die je kunnen bespringen? Wel nee, zoete lief. Bespringen. En je vertelde dat een van de maats overvallen was. Verre reizen brengen gevaren met zich mee. Maar wat wil je dat ik bij moeders pappot ga zitten? Zijn je gedachten onderweg bij mij? Vanzelf. De dagen zonder jou. Ze hebben weinig inhoud voor me. Ik breng ze door met converseren. Maar de meeste mensen kunnen me niet boeien. Ik doe schrijfwerk voor vader. Ik werk nu aan de uitzet. Ik borduur 100 bloemen op de kussens lopen. En bij elke bloem denk ik aan jou. Ik wandel naar de haven. En ik wacht op jou. Je bent me zo lief, mijn Hendrikje. De gereformeerde kerk beïnvloedt het academisch leven in de richting van de zuivere leer. Immers, de gereformeerde kerk heeft de meeste universitair gevormde predikanten, al zijn in de begintijd ook ongestudeerde mannen tot de predikdiensten toegelaten. Idioten heeft de ironie van de geschiedenis deze groep genoemd. Een term waarmee de Grieken de niet-vakman mochten duiden
en zo het ongeschoolde taalgevoel met de dwaasheid associeerde. En het zijn dwazen, goddelijk verdwaasde deze beunhazen. Tot na 1650 komen er lekenpredikanten voor. Het is een vreemdsoortig volkje, een stoet van lukraak bij ingeraapte elementen die de gemeente voorgaat in zaligmaking. Er zijn ook vreemdelingen onder die in Frankrijk of Genève hebben gestudeerd en pastoors die zo uit de katholieke in de gereformeerde kerk zijn overgestapt. Hier is dominee Plantius, Willem. Ah, dat is goed nieuws. Welkom, heer Plantius. Hoe was de reis? Een pittige bries op de Zuiderzee. Dat doet mijn zeemansbloed goed. Ik geloof dat u de enige bent in de Verenigde Republiek die zulke wonderlijke combinatie van beroepen heeft. Dominee, cartograaf, zeevaarder. Welke professie verkiest u? Laten we hier gaan zitten, bij het venster. Je ziet, ik ben druk in de weer. Ja. Wel, mijn roeping is natuurlijk het prediken van Gods woord. Maar ik denk dat dat meer te maken heeft met de vervloekte erfvijand, de Spanjolen, die mij in Vlaanderland het vuur na aan de scheen hebben gelegd. Mm. Zodat ik vaak meende het loodje te moeten leggen. Hebt u nog nieuws uit Amsterdam, meester Plantius? Daar vertel ik aanstonds over. Vordert gij met uw werk? De gehele kust is thans in kaart gebracht. Zie hier, dit is mijn laatste werkstuk. Nou, dat ziet er goed uit. Gij zijt er zeer bedreven in. En wat heeft uw voorkeur, als ik eens vragen mag? Het varen of het tekenen? Ik voel het meeste voor een combinatie van beide. Ik ben van mening dat het varen nou verbonden is met de cartografie. Ik zou me echter meer moeten kunnen bezighouden met het werk zelf. En niet gestoord moeten worden door kleinigheden. De werkzaamheden aan boord bijvoorbeeld. Precies, de kleinigheden storen ook mij. Mag ik u vergasten op een beker wijn, door meneer Plantius? Ja, een goede wijn, dat zal smaken. In alle bescheidenheid, Willem drinkt deze wijn graag. Laten we een kant proberen, dan kunt u zelf oordelen. De reden van mijn komst is tweeërlei. Eerstens was ik nieuwsgierig naar de stand van zaken omtrent uw kaarten. Ik ben er nog minstens 2 maanden mee zoet. Daarbij, ik moet de aantekeningen van Gerrit de Veer nog uitwerken, u kent hem. Van naam, een jonge kerel als ik me niet vergis. Van eenvoudige komaf, maar werkelijk een goed varensgezel. Braaf, vlijtig, met een grote opmerkingsgave. Ik zou hem graag op de volgende reis weer aan boord hebben. Daar gaat het om. Een volgende reis. Zoals de zaken nu te overzien zijn, zullen de Staten-Generaal wel een compagnie steunen. Dat is duidelijk. Maar een derde reis van u mede financieren, ik betwijfel het. Waar wij ons leven avonturen, daar mogen de heren stellig hun penningen investeren. Die zij overigens straks dubbel en dwars zullen zien terugvloeien in hun buidels. Maar een expeditie zoals juist is teruggekeerd. 8 schepen met 18 maanden proviant aan boord. Benevens voor onbeschrijfelijk veel duitse koopmansgoederen. Dat is zottewerk, zegt men. U hebt in elk geval mijn toestemming voor een volgende reis. Maar eerst moet dit karwei geklaard zijn. Alle kaarten op orde. Hier is uw wijn. Dank u, mevrouw Barends. De kaarten worden binnenkort in koper gesneden en toegevoegd aan mijn kaartboek. Waar verschijnt uw boek? Bij Cornelis Klaas, van de uitgever Het Water. Alle kaarten van het Middellandse zeegebied en dan het gehele noorden in 1 boek tezamengebundeld. Uw levenswerk. Precies. Ik hoop het na de volgende reis te kunnen voltooien. Dat moet voor de heren van de Staten-Generaal toch ook van niet geringe betekenis zijn. Zowel het zuiden als het noorden in kaart gebracht in 1 uitgave. De wijn is uitstekend. Ik zal u een kruik doen bezorgen voor de thuisreis. Wilt u bij ons overnachten? Dat is niet voorzien. Ik heb nog enkele mensen elders op het eiland te bezoeken. Ik prepareer mij, goed geluisterd hebbend naar uw woorden, op een confrontatie met de heren van de Vroedschap van Amsterdam. Zeer juist. Maar de reis zal hoe dan ook doorgaan. Al moeten wij zelf, van Linschoten, de Moucheron en ik, weer het levendeel financieren. Maar dan zullen wij precies zoals is voorgesteld wat bescheidener het zeegat moeten uittrekken. Het is nogal zwaar, een scheepskist. Dat komt door die prachtige stenen die ik heb verzameld.
Zal ik je helpen sjouwen, Gerrit? Ik neem het ene handvat, jij dan. Nee, geen misbaar. We rusten wel af en toe. Heb je toch geen haast? Nee. Zie, daar aan de overkant van het ei. Waar? De kant van Volenwijk uit, daar links. Ja? De stark op het golvenveld hangen vol. Oh. Zie dan. Nee. Nee, ik wil liever niet kijken, Gerrit. Er zijn weer heel wat gehangenen. Ze schommelen door de wind heen en weer, net zolang tot hun strop is doorgerold. En dan te vallen.